Goedenavond en welkom bij het nieuwsprogramma 1 op maandag. Met vanavond. Veendam heeft een nieuwe burgemeester, Musselkanaal krijgt een nieuw AZC en zwemmende honden in Valthermond. Leijten officieel geïnstalleerd als burgemeester van Veendam. Ze volgt daarmee waarnemer Sandra Korthuis op. Leijten reageerde vlak na de installatie van onze Kamer op het kerstverse ambt. Ook oud-minister-president Mark Rutte was aanwezig voor de installatie. Wij werkten veel samen in Den Haag. Mevrouw Pleijten, welkom in Veendam. Hoe waren de eerste uren hier? Heel bijzonder, heel bijzonder. Ik vond het enorm mooi om te horen hoe welkom ik werd geheten en hoeveel warmte en vriendelijkheid er omheen was. Dus ik kreeg er enorm veel zin in. Nou, waar kijkt u naar uit om nou een van de eerste dingen om te doen als burgemeester? Nou, wat ik net eigenlijk ook al een beetje in mijn speech aangaf, is denk ik een van de belangrijkste taken die ik nu heb, is vooral met de inwoners kennis te maken. En ook echt te horen van hun wat hen bezighoudt, waar ze zich zorgen over maken, waar ze trots over zijn. Dus ik hoop echt dat ik heel snel veel uitnodigingen krijg om me daarin te kunnen verdiepen en hen te leren kennen. Goed, een huis dat moet goed komen, hoorde ik, want de eisen zijn niet hoog. Nee, ik ben heel druk op zoek en ik hoop ook echt dat ik daar op korte termijn in ga slagen, want daar heb ik ook veel zin in. Meneer Rutte, welkom in Veendam. Wat brengt u hier in Veendam? De nieuwe burgemeester. En ik ben zo op haar gesteld. En het is zo'n ongelooflijk warm, fijn mens en een goede bestuurder. Nou, heel trots dat ze hier zo die prachtige toespraak hield. En volgens mij, dit past als een handschoen, zei in Veendam. Ja, ik hoorde van mevrouw Pleijten al dat u een van de eerste was die haar feliciteerde. Dat laat ook wel zien wat voor bijzondere band u had met haar. Ja, we hebben natuurlijk het laatste paar jaar toen we in oppositie zaten. En de eerste ruim 4 jaar toen ik premier werd, waren we eigenlijk de meest naaste collega's. En heeft ze me voor zoveel ellende behoed. En zo'n geweldige adviseur. En ook gewoon een heel leuk mens. Dat gaat Veendam ook merken. Met iedereen, hè? Of je nou vuilnisman bent of professor. Met iedereen gaat ze om. Kijk niet op naar mensen, niet neer op mensen. Echt iemand zoals je die wil hebben. Zeker als burgemeester. Nou, het wordt natuurlijk ook wel wat gesproken over uw nieuwe functies. Is dat nog handig, dat jullie connecties hebben? Is dat handig voor de gemeente Veendam? Ja, weet je, ik zou over dat netwerk ook niet te veel voorstellen. Dat alle burgemeesters brengen wel een netwerk mee. Dat is het probleem niet. Zij brengt overigens absoluut een netwerk mee. Dus als het een keer nodig is, zal haar dat helpen. En Veendam vooral helpen. Maar uiteindelijk wil je een burgemeester hebben voor hier en niet voor Den Haag. En dat is zij. En ze komt natuurlijk uit deze streek. Ze kent de mentaliteit, ze kent de mensen, ze weet wat hier speelt. Ze spreekt de taal, dus dat helpt allemaal. Gaan we u nog vaker zien in Veendam binnenkort? Ik denk dat ik zodra ze een huis gevonden heeft wel even kom mijn buurt hier om dat eens even zelf te keuren. Maar ze wil een leuk, gezellig huis met een tuin. En die heb ik hier wel gezien toen ik hier binnenreed. En ook eerder als ik hier was. Dus dat komt goed. Bij een welkom hoort natuurlijk ook een afscheid. Namelijk die van oud-burgemeester Sandra Korthuis. Donderdag kwamen raadsleden, vrienden en familie naar het gemeentehuis om Korthuis uit te zwaaien. Na alle toespraken kreeg de waarnemend burgemeester de tijd om de volle zaal toe te spreken. Daarna gaf ze een bijzonder cadeau aan de gemeenschap in Veendam uit eigen zak. Zo krijgen de 12 scholen in de gemeente allemaal een boekenbon ter waarde van €450 om ontlezing onder de jeugd te bestrijden. Daarnaast is er ook een donatie gedaan aan de stichting Jongheren en Vrouwen van Berestein ter waarde van €20.000 om in de komende jaren projecten te maken om de taalvaardigheid van kinderen tussen de 5 en 15 jaar in Veendam te bevorderen. In haar laatste dagen als burgemeester had Korthuis ook nog even tijd terug te blikken en wel in haar leeggeruimde werkkamer. Burgemeester Korthuis, fijn dat we hier mogen zijn. Wat voor eigenschappen gaat u missen aan de Veendammers? Iedereen is zo aardig. Zo ongelooflijk veel vriendelijkheid heb ik hier ervaren. En mensen die ook heel betrokken zijn bij Veendam. En eigenlijk ook wel heel trots zijn op Veendam. En wat ik dan tegelijkertijd weer heel jammer vind, is dat wel wat meer uitgedragen mag worden. We mogen dat trotsen wel wat vaker laten zien. U praat vol trots over Veendam. Toch gaat u het zo verlaten. Komt u nog eens terug?
Ik kom zeker terug naar Veendam. Mijn vrouw had naar Veendam willen verhuizen, tot stomme verbazing van al onze vrienden. En dat is het grootste compliment wat mijn vrouw aan Veendam kan geven. Want zij zegt, Veendam is hartstikke leuk. Veendam zit toch wel in de roots, om het zo maar even te zeggen. Nou, was dan ook thuiskomen voor u om weer terug te komen naar Veendam? Ja, zo voelde dat eigenlijk wel. En ik zeg ook heel eerlijk, iedere andere gemeente, als ik daarvoor was gevraagd, had ik op dat moment nee gezegd, maar Veendam... Dat kon en mocht ik niet weigeren. En zo dacht mijn vrouw er ook over, dus dat was wel heel prettig. Ja, voelde zich een volwaardig burgemeester of past u afgelopen jaar meer op de winkel? Burgemeester ben je 24/7 en ik ben in ieder geval niet van het karakter dat, dat ik dat al passend op de winkel doe. Ik heb me altijd als uitgangspunt gehanteerd. Als burgemeester ben ik burgemeester, ben ik verantwoordelijk voor alle taken die er in die functie zitten. En ik kan daar zelf niet een oordeel over geven of dat nou gelukt is of niet. Ik hoop dat men het zo wel ervaren heeft. Zou het de manegelaar worden? Tom Brummelkant. En uiteindelijk moesten er maar liefst 2 onderzoeken gedaan worden om de locatie voor de nieuwe basisschool voor de wijk Maasveld te kiezen. Naar aanleiding van het laatste onderzoek heeft het college van BMW nu besloten het gebied aan de Maasbroek aan te wijzen. Dat blijkt uit een brief die naar omwonenden is gestuurd. Het is nog niet bekend hoe het gebouw en het omliggende terrein er precies uitkomen te zien. Het nieuwe kindcentrum voor Maasveld moet de scholen CBS Maasborg en OBS Meester Neuteboom samen met een kinderopvang onder 1 dak plaatsen. De 2 scholen zitten nu in zwaar verouderde gebouwen, dus heeft nieuwbouw de hoogste prioriteit. 30 september buigt de raad zich nogmaals over de kwestie en dan wordt bekend of de paal echt bij Maasbroek in de grond kan en hoe het vervolg zal verlopen. Afgelopen weekend kwam het veenkoloniale gebied tot leven in Valthermond, waar concertboerderij De Rentmeester voor de 2e keer het Voel het Veen Festival organiseerde. Het doel van het festival is duidelijk: bezoekers laten ervaren dat het veengebied oneindig veel moois te bieden heeft. Dit weekend komt het veenkoloniale gebied tot leven in Valthermond. Concertboerderij De Rentmeester organiseert namelijk voor de 2e keer het Voel het Veen Festival. Het doel van het festival is simpel: bezoekers laten ervaren dat het veengebied oneindig veel moois te bieden heeft. En dat is volgens de organisatoren hard nodig. Omdat er heel vaak wat negatieve associaties zijn met de veenkolonies. En wij zijn hier vanuit het westen gekomen. Mensen vroegen serieus van, joh, wat is er met jou aan de hand dat je die kant op gaat? Wat is er dan in die veenkolonie? En nou, dat vonden we altijd wat negatieve klank hebben. En dat vonden we heel zonde, want ja, het is een prachtig gebied met een roemruchte geschiedenis. En dat wilden we nou eens een beetje in het zonnetje gaan zetten. Dat mensen ook een keer de andere kant van dat verhaal gaan horen. Van hoe mooi het hier is in plaats van altijd maar dat negatieve over dat veen. Maar hoe doe je dat, het positieve verhaal vertellen over het veen? Ja, hoe doe je dat met een heel leuk, kleinschalig, gezellig festival. Met heel veel verschillende thema's. Waar mensen dus muziek en kunst en theater en van alles kunnen beleven. En dan het veen kunnen voelen. Het festival werd gisteravond op geheel eigen wijze afgetrapt met de praaltafel. Een gesprek tussen bekende en minder bekende veenkolonialen over de geschiedenis, het heden en de toekomst van het veen. Vaak blijf je hangen in je eigen waarheid. Maar op zo'n avond als vanavond komen er hele bijzondere onderwerpen aan bod. En ja, dan hoop ik dat er nog wel een beetje een andere mening op nagehouden kan worden. Het voelen van het veen gebeurt het weekend op verschillende manieren. Van kunst tot muziek en van theater tot poëzie. Voor de 2e editie heeft de organisatie in elk geval groots uitgepakt. Nou, we gaan naar buiten. Dat is heel simpel. Vorig jaar hebben we het alleen maar binnen gedaan. Alleen maar op deze locatie. Maar we hebben nu diverse podia ook buiten de Rentmeester, buiten dit terrein. We hebben een buitenpodium hier. Het wordt echt één groot feest. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn kleine beginnende branden ontdekt bij garageboxen aan de Vlaanderenlaan. Een oplettende medewerker van een beveiligingsbedrijf ontdekte de branden en schakelde direct de hulpdiensten in. Ook op vrijdag overdag waren al pogingen tot brandstichting op dezelfde locatie. Op 4 verschillende plaatsen bij de garageboxen werd geprobeerd brand te stichten. De brandhaarden bevonden zich onderaan de hoeken van de houten garagedeuren. De brandweer wist alle branden tijdig te blussen, waardoor verdere schade werd voorkomen.
De politie heeft de forensische opsporing ingeschakeld om onderzoek te doen naar de brandstichting. Verdere details over het onderzoek zijn op dit moment nog niet bekend. De gemeente Stadskanaal heeft voorlopig ingestemd met een voorstel van het COA om een nieuwe opvang voor asielzoekers te bouwen op de huidige locatie van het AZC Musselkanaal. Oorspronkelijk was de bedoeling om zowel een opvang in Stadskanaal als Musselkanaal te bouwen. Maar volgens de gemeente is er in de kern Stadskanaal simpelweg geen plek. Het vernieuwde AZC moet plek bieden aan 428 asielzoekers, evenveel als nu. Op deze manier moet de opvang tot in ieder geval 2040 behouden blijven. Het huidige gebouw van AZC in Musselkanaal is zwaar verouderd en dus aan vernieuwing toe. Daarom is besloten nieuwbouw daar voorlopig door te laten gaan. Wel is er een afspraak, het COA zal investeren in een dorpshuis waar Musselkanaalsters en asielzoekers elkaar kunnen ontmoeten. Wat is geluk? Een vraag die menig mens jarenlang kan bezighouden. Bij kunstruimte Artvi in Onstwedde proberen ze het antwoord te vinden door middel van kunst. Tientallen kunstwerken, van schilderijen tot muziek en beeldhouwwerken, moeten geluk verbeelden. En vrijdagavond moest het zelfs te proeven zijn. Geluk is nergens anders. In dit geval nergens anders dan Onstwedde, bij de gelijkgenoemde expositie van kunstgalerie Artvi. De hele week stond de galerie in het teken van geluk, met als afsluiting een geluksdiner. Want het geluk gaat door de maag ook, maar niet alleen. Want morgenavond wordt hier een videoconcert gegeven. En dat is deels door Ewout gemaakt, een tweede kunstenaar. En die heet David Wurstel en die komt uit Praag. Een internationaal gebeuren dus in de velden van Onstwedde. En niet alleen qua kunstenaars, maar ook op tafel kom je gerechten tegen van over de hele wereld. Heel veel verschillend, want we hebben kennissen, vrienden uit de omgeving gevraagd. We hebben natuurlijk zelf gekookt, dus er is Antilliaans eten te vinden, curry. Maar er is ook Iraans, maar er is ook gewoon oer-Hollandse salades zijn er te vinden. De gasten eten te midden van de expositie. Maar wie goed oplet, ziet niet alleen kunst om zich heen, maar ook op de eigen tafel. Op elke tafel staat een heel klein mini-ijseitje. Want dat is van Ewout van Roon, dat is zijn uitvinding. Dat hij hele grote ijseieren maakt. Die zijn ook te vinden hier in deze tentoonstelling en ook buiten in het paviljoen. Maar om eventjes in de sfeer te komen, staat er op elke tafel een heel klein ijseitje in een glas. En eigenlijk symboliseert dat het begin van een nieuw leven. Het is een fantastische week is het geweest. We hebben ook geweldig weer, maar het zijn ook fantastische gastvrije mensen allemaal. En veel bezoeken ook, dus heel erg mooi. Heel fijn. En er kan nog... Kan niet op. Wat zeg je? Ons geluk kan niet op. Afgelopen week speelde volleybalclub Novatec Lycurgus een overwedstrijd tegen de Duitse SVG Lüneburg in de Zorgvliethal te Veendam. Het Duitse team won het duel met 1-3. De keuze om de oefenwedstrijd in Veendam te spelen werd bewust gemaakt. We wilden graag in de regio spelen om de binding met het gebied te versterken, aldus Sikkema, persvoorlichter van Lycurgus. Volleybalvereniging Flash uit Veendam toonde direct enthousiasme om de wedstrijd in Veendam te organiseren. Het resulteerde in een opkomst van zo'n 150 bezoekers. Katja Stam uit Kleindijk heeft zondagmiddag samen met de Duitse beachvolleyballegende Laura Ludwig het King of the Courts toernooi in Utrecht gewonnen. In de finale won Stam onder andere van haar eigen beachvolleybalpartner Reisa Schoon. De twee speelden dit toernooi niet samen, omdat in deze editie van King of the Courts iedere speler samen met een partner met een andere nationaliteit moet spelen. Bij King of the Courts beginnen niet twee, maar 5 teams aan de wedstrijd. Teams wisselen naar elk punt door met als doel te blijven staan en rechts van het net te spelen. Alleen aan deze queenside kan je punten verdienen. Het was in de laatste 5 minuten speeltijd stuivertjeswisselen geblazen, maar in de laatste minuut trokken Stam en Ludwig de zegen naar zich toe en mochten zij zich kronen tot Queens of the Courts. 4 voeters in het zwembad. Je ziet het niet elke dag, maar in Valthermond is het zwemmen met honden een vaste traditie geworden. Op de laatste dag van het zomerseizoen nodigt het zwembad honden en hun baasjes uit om samen een plons te nemen. Honden
zwemmen in het zwembad. Je ziet het niet elke dag. Maar in Valthermond is het inmiddels een vaste traditie geworden. Nou, het is de laatste dag van, van het zwemseizoen. En dan hierna gaat het water eruit, dus dan mogen de honden erin. Rosalie uit Valthermond liet zich dat geen twee keer zeggen. Samen met haar hond Bella zwemt ze vrolijk tussen de andere honden door. Mijn hond dat is een echte zeehond, dus die vindt water fantastisch. En ze zwemt ook als we naar de zee gaan of als we naar een meertje gaan. Ze vindt het echt fantastisch. Het is echt wat zij leuk vindt om te doen. Als we gaan wandelen en ze ziet een sloot, dan springt ze het liefst in de sloot. Dus het is een echte waterhond. Bella mag dan wel een echte waterhond zijn. Rosalie blijft zelf ook het liefst de hele dag in het water. Hier zijn zoveel honden dat ik het liefst ook zelf mee zwem. En dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen. Springen in het water, dat is nog een beetje moeilijk, hè? Soms doet ze het wel, maar ze loopt liever gewoon veilig erin. Dan hoeft ze ook niet te springen. Een van de andere moedige viervoeters is Sparko. Met behulp van zijn baasjes durft hij alles. Of nou ja, bijna alles dan. Was het gezellig met Sparko vandaag? Ja. Ja. Volgens mij wil Sparko ook wat zeggen. En nu nog proberen om hem van de duikplank te laten gaan? Ja. Alleen ik denk niet dat dat gaat lukken. Hij vond het best wel een beetje spannend, hè? Ja, hij wil al niet staan. Dus dan gaat hij waarschijnlijk ook niet van de duikplank af. Moet je dan als badmeester ook nog op andere dingen letten dan op een normale werkdag voor jou? Nee, niet zozeer. Het is meer de honden onderling dat dat allemaal goed gaat. Maar dat vragen we ook van tevoren. Van, als je met een hond komt, zorg dat hij goed met andere honden kan omgaan. En dan hebben we het allemaal gezellig. En dan heeft het nog het weer voor ons te goed. Vanavond en vannacht kunnen enkele buien vallen bij een temperatuur tussen de 10 en 13 graden. Dit dag begint met zon, maar gaandeweg de dag neemt de bewolking toe. Met een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 of 18 graden. In de middag en avond trekken vanuit het noordwesten buien over. In de nacht vaker opklaringen met een temperatuurdaling tot rond 10 graden. Woensdag blijft het zo goed als droog met meer zon, tot 15 of 16 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. In de nacht 6 of 7 graden. Donderdag is er regelmatig zon, maar kan ook plaatselijk een bui vallen. Vrijdag blijft het droog. Beide dagen wordt het een graad of 16 met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Dit was 1 op maandag voor deze week. Voor meer nieuws check onze website rtv1.nl. Volg ons ook via social media kanalen. En heeft u zelf nieuws, stuur dan een bericht naar redactie@rtv1.nl of app naar 06-83-48-1868. Aanstaande vrijdag is er weer een aflevering van 1 op vrijdag. En volgende week zijn wij weer met 1 op maandag. Voor nu wens ik u nog een hele fijne avond.